Yo people, what up? We gaan een hidden chest. Ga ik maar laten zien hoe je dat kunt maken. Vandaag is Joppe erbij. Die is wel vaker bij filmpjes geweest op het andere kanaal. En dit kanaal is het goed, dus nog niet. Dus Joppe, zeg even wie je bent, hoe oud je bent, hoe je heet. Ja, ik ben Job van Dam en ja, ik ben 13 jaar en ik speel ook Minecraft. En hij doet soms vieze dingen zoals puntje, 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 weet je wel. Ja, dan Nog. stopt hij een frietje in een hele mayonaise potje. Echt goor, man. Grapje. Nee, ten eerste, we gaan. Ja, ik heb hier dus mijn spawn zelf gebouwd. Mooi, hè. Slash day en slash sun doe ik eventjes. We gaan gewoon eventjes een hokje maken. Een simpel, ja, een soort huisje wordt het, zeg maar. Maar, boeit niet allemaal. Het is niet zo heel belangrijk. Wat we nodig hebben is redstone. Redstone repeater is handig. We gaan pressure plate pakken en een button, want ik kan laten zien hoe het met allebei kan. We hebben sticky piston nodig. We hebben. Nee, geen dispenser. We hebben een chest nodig. Zo. Ja, dat is het wel. Nou, voordat we zetten, maken we hier eventjes. Doe net of hier ons huis zit. Hierachter gaan we alles leggen, zeg maar. Wacht, eventjes hier nog een stukje aanbouwen. Dit kun je gewoon eigenlijk, als je gewoon eerst kijkt hoe het een beetje moet, dan weet je hoe het werkt en dan kun je het in je eigen huisje doen. Maar we gaan dus nu pakken we de chest. Die zetten we hier neer. De sticky piston zetten we dan hier neer. Nee, eentje verder, sorry mensen. Zo. Dit weer dichtbouwen. Zorg wel dat niemand die sticky piston natuurlijk kan zien, want anders hadden er nog geen ene flikker aan. Dan gaan we. Nee, is goed zo. Laat me zo staan. En ik laat soms weer nog wel een leuke manier zien. Daar moet maar daar een trapped chest voor nodig. Die is ook wel grappig, die manier. Dus die laat ik zo meteen wel even zien. Dan gaan we dit weghalen. Gaan we hier redstone neerleggen. Het beste is om er een redstone repeater neer te leggen, want dat werkt beter. Toch, Job? Ja, altijd hè. Ja, Job, ik doe nu net of Job er verstand van heeft, maar dat heeft hij niet, hè? Zegt er eentje. Grapje, Job. Oké, en dan bijvoorbeeld hier de button. Kijk, Wat heeft jouw dat is eraan. redstone? Omdat ik nodes gebruik. Tenminste, daar ik erin staan. Of, volgens mij komt dat daardoor. Dan gaat dat. Moet niet opletten, dat is normaal nooit. Kijk, als we nu op de button drukken. Hé, hey, hij gaat dicht. Waar is de chest nou? Hé, hey, daar is hij. Oh, kut, maar je mag hem natuurlijk niet zien. En daar hebben we een creeper. Maar daar hebben we iets voor. Dan pakken we een redstone torch erbij. Dan zetten we. Hier, hoppakee, dat er neer. Zo. Kijk, dan is dit aan. Maar zo gauw je nu hier op drukt, dan. Ja, dan zet je eigenlijk de redstone torch uit, dacht ik. Nee, ik heb het niet goed gedaan. Sorry. We moeten Zo. nog eentje bovenop de. Ja, Nee, maar je kan zo er is ook goed. nog Zo is eentje goed. Zo is goed. bovenop de blok zetten. Kijk, Oké, en dan gaat oké, hij uit. oké. En dan kun je de chest zien pakken. En dan kijk, dan kun je alles erin doen. Maar niemand ziet dat jij erin zit. Want. Hij is al lang dicht, zie je? Dus als je dit dicht zou bouwen bijvoorbeeld, dan kan niemand het zien. Nu hoe we het met een pressure plate kunnen doen. Dan gaan we gewoon bijvoorbeeld hier de pressure plate neerleggen. Dan gaan we eventjes twee naar beneden, daaronder graven. Hé, hey, ik kom hier meteen gold tegen. Kei Oké. handig. Kijk, mensen, dat moet je zelf dan maar eens netjes maken, maar zo kan het dus ook. Nou. Mensen, nou, jullie hebben jullie eigen ding gemaakt. Nu ga ik dit weer eventjes weghalen. Zo. Wat je bijvoorbeeld ook kan doen, dan pakken we eventjes in plaats van een. Dan pakken we even een trap chest. Dit kun je ook als val gebruiken, maar dat moet je dan zelf maar uitvogelen. Daar heb ik ook nog een filmpje voor.
Maar kijk, iedere keer, je moet hier wel zo'n ding neerzetten, want anders is het niet sterk genoeg. Dan gaat het aan als je het opent. Nou, wat we dus kunnen doen, is dat hij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je dit doet, dan... zo, en dan hoppakee. Ik weet niet of hij dat doet, een chest wegschuiven. Dit is ook gewoon een test waar ik nog nooit heb bekeken ofzo. Nee, dat werkt niet. Dus dan gaan we eventjes hier ergens ofzo deze chest neerzetten. Zo. Fuck. Oh mensen, sorry, ik zit helemaal verkeerd te doen. We gaan eventjes, we hebben stairs nodig, stairs. Hey Job, loop niet zo te herrie, de jacht alles fout. En dan gaan we hier eventjes omhoog bouwen. Zo, en dan... Dit is echt iets heel cools. Kijk eens, ik kan gewoon het blok niet eens kapot slaan, hè. Wat een rebel, denk je dan, hè? Pff, noem mij geen rebel, want dan noem ik jou rebel. Oké, rebel. Kut, sla ik hem kapot. Dit is echt iets heel erg geheims, dus niet doorvertellen. Kijk, je kunt hem openen. Kijk, dat kun je ook natuurlijk maar een gewone chest doen. Hier kun je... Hoppakee, je chest. En wil je nou weten hoe het kan? Nou, kijk, ik zal het je uitleggen. Het is misschien raar, maar als je zo plaatst... Dan wordt deze schuin. Maar je kunt, kijk, zo een slijm kapot. Want je ziet dan dat zwarte vierkantje. Dus je sluit hem eigenlijk op alle manieren kapot. Behalve als je er recht voor gaat staan. Dan, ja, dan kun je er gewoon heen slaan. Dat is gewoon, ja, het is gewoon zo. En ja, ik kan niks aan doen. Of hoef niet uit te dagen. Hier heb ik niet zeker. Ja, kijk, hier is dat ook. En dan kun je dat van twee. Eén kant kan het maar dus. Nou mensen, nu weten jullie dat ook weer. Ik zal wel even rollbacken, dan is het weer alles mooi. Nou mensen, dit was de tutorial voor vandaag. En voor morgen en voor overmorgen. Maar ook voor gisteren en eergisteren. Maar dat is niet waar, dus dat was maar een grapje, dus hou maar op. Oké, mensen, tot de volgende keer. Zoals jullie linksonder Sony Vegas aan het renderen en bla 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 bla. Doei. Zegt Job ook nog een keer doei? Of Houdoe. Ik ga gewoon eventjes blijven filmen. Nee, grapje. Doei.